Hoe komen we eigenlijk aan onze kennis over het verleden? Kun je elke bewering zomaar geloven? Kun je überhaupt betrouwbare uitspraken doen over het verleden? En zo ja, op basis waarvan mag je zulke uitspraken dan doen? Dit zijn belangrijke vragen voor iedereen die zich bezighoudt met geschiedenis. Kennis over het verleden is afkomstig uit de restanten ervan. Alle sporen die mensen bewust of onbewust hebben nagelaten en informatie bevatten over het verleden, noemen we bronnen. Dat kunnen iemands persoonlijke ervaringen en herinneringen zijn, maar ook voorwerpen of kunstwerken, foto's en films. En er zijn allerlei geschreven bronnen, zoals brieven, artikelen uit kranten, verslagen, verhalen, officiële documenten zoals wetten en administratieve werken. En zolang we geen tijdmachine hebben, zijn bronnen de enige manier om vragen over het verleden te beantwoorden. Maar daarvoor bestaan wel voorwaarden en afspraken. En dat is precies het onderwerp van deze video. Stel dat iemand over 200 jaar jouw Instagram-pagina ontdekt, met alle foto's en video's, bijschriften en reacties. En stel dat iemand op basis daarvan een verhaal moet schrijven over jouw leven en de tijd en de wereld waarin jij leefde. Hoe zou dat verhaal er dan uitzien? Zou hij een compleet of betrouwbaar beeld hebben of zou hij vooral de leuke en gezellige momentopnames zien? Serieuze gesprekken en diepe gedachten? Of toch vooral grapjes en overdreven taalgebruik? Dingen die je misschien niet letterlijk zo bedoelde. Dingen waarvan je zou zeggen: je had erbij moeten zijn. Om een verhaal te schrijven, heeft onze historicus uit de toekomst meer nodig. Hij moet bijvoorbeeld te weten komen wat Instagram was en hoe het gebruikt werd. En verder heeft hij kennis nodig over het dagelijks leven in onze tijd. En om vragen over jou en jouw leven te beantwoorden, zou het ook heel fijn zijn als hij ook andere bronnen over jou tot zijn beschikking had. Nou, en die voorwaarden gelden ook voor historische bronnen: je moet begrijpen waar je mee te maken hebt. En verschillende bronnen met elkaar vergelijken om betrouwbare uitspraken te kunnen doen en vragen te beantwoorden. Het bestuderen van bronnen levert een grote hoeveelheid feiten en informatie op. Pas wanneer je van die losse feiten een verhaal maakt met verbanden, oorzaken en gevolgen en veranderingen, krijgen die feiten een betekenis als antwoord op een vraag. Afhankelijk van de bronnen die de historici onderzoeken en de vragen die ze daarmee proberen te beantwoorden, Komen we tot onze kennis over het verleden en kunnen we er uitspraken over doen? En dat is in een notendop hoe geschiedschrijving werkt. Als je historische bronnen beter wilt begrijpen, dan moet je ze contextualiseren. Dat wil zeggen dat je ze plaatst in de tijd waarin ze werden gemaakt. Hoe zag de wereld er toen uit? Dat is een belangrijke vraag omdat die context de inhoud van de bron kan beïnvloeden. Zo dachten mensen tijdens een grote uitbraak van de pest in de 14e eeuw dat het einde van de wereld nabij was. En geef ze dus ongelijk, want in sommige plaatsen stierf meer dan de helft van de inwoners aan die ziekte. Je kunt je dus voorstellen dat zo'n ziekte van grote invloed was op hoe de mensen dachten. En daarom is het belangrijk dat je weet wat er op de achtergrond speelt in de tijd waarin de bron werd gemaakt. Als je dit soort informatie over de bron verzamelt, ga je ook na wie de bron heeft gemaakt. Wat voor iemand was dat? Welke functie had hij of zij in de maatschappij? Het kan zijn dat iemand van dichtbij betrokken was bij een historische gebeurtenis, een ooggetuige van de geschiedenis. Zoals Anne Frank in haar wereldberoemde dagboek. Daarin beschrijft ze niet alleen wat zij om zich heen zag gebeuren, maar ook hoe ze zich daarbij voelde. Dat is een heel ander type bron dan een krantenartikel uit dezelfde tijd en plaats. Zeker als die krant onder toezicht stond van de naties. De maker van een bron kan dus ook een groep mensen zijn zoals bij propaganda en informatieposters van de overheid of affiches van verenigingen of politieke partijen. Bronnen kunnen ook kort of lang na afloop zijn gemaakt. Je geschiedenisboek is daarvan een uitstekend voorbeeld. In zulke bronnen wordt de informatie uit allerlei andere bronnen verzameld, geanalyseerd en uitgelegd. Afhankelijk van de bronnen die historici gebruiken, komen ze dus tot andere vragen en andere verhalen. Bronnen laten vaak iets zien over de manier waarop mensen dachten over de dingen die om hen heen gebeurden. Hoe iemand denkt wordt beïnvloed door zijn positie in de maatschappij en de wereld van toen. Dat betekent dat de maker van een bron sommige dingen niet of nog niet kon weten, of dat hij de gebeurtenis vanuit een bepaald perspectief beschrijft. Denk maar aan een oorlog die vanuit het perspectief van de winnaars en van de verliezers heel anders wordt beschreven. Maar het kan ook zijn dat hij bepaalde informatie doelbewust achterhoudt. Of juist aandikt om een bepaalde mening over te brengen. Of misschien vond de maker het helemaal niet nodig om sommige details te vermelden. Zo hebben bronnen niet alleen een plaats, een tijd en een maker, maar ook een doel. Ook het oorspronkelijke doel beïnvloedt de inhoud van de bron en de vragen die je ermee kunt beantwoorden. Heb je te maken met een feitelijk verslag of iemand die de lezers wil overtuigen? Wie was eigenlijk het beoogde publiek? Is de bron überhaupt bedoeld om in het openbaar te komen, of heb je te maken met privédocumenten, zoals een dagboek of een persoonlijke brief? Er zijn dus heel veel factoren die de inhoud van een bron kunnen beïnvloeden, maar als je daarmee kritisch leert om te gaan, ben je in staat om te beoordelen hoe bruikbaar, hoe betrouwbaar en hoe representatief bronnen zijn. Elke bron is bruikbaar, maar niet voor elke vraag. Bij bruikbaarheid gaat het dus niet om de vraag of een bron bruikbaar is, maar voor welke vraag. Bevat de bron feitelijke informatie of vooral iemands gevoelens en gedachten? Om een voorbeeld te geven, heb je meer aan een brief van een soldaat uit de loopgraven of een officieel rapport van een generaal om meer te weten te komen over de ervaringen van gewone soldaten? Beide bronnen zijn bruikbaar, maar voor andere vragen. Bij betrouwbaarheid gaat het erom wie de bron heeft gemaakt. Wanneer en met welk doel? Hoe is de maker aan zijn informatie gekomen? Was hij erbij? Kan er een reden zijn dat hij bepaalde feiten heeft overdreven of juist heeft weggelaten? Denk maar aan je Instagram-pagina. Hoe betrouwbaar zou die over 200 jaar zijn voor een onderzoek naar het dagelijks leven in de 21ste eeuw? Daarvoor moet je ook rekening houden met een derde eigenschap van bronnen: de representativiteit. Dat heeft te maken met de vraag hoe groot de kans is dat je meer van zulke bronnen kunt aantreffen. Representatieve bronnen bevatten ideeën en informatie die je met grote waarschijnlijkheid vaker zult vinden. Niet-representatieve bronnen zijn vaak uniek. Ze vertegenwoordigen het perspectief van maar één individu of van een hele kleine groep. Daarom moet je bij representativiteit ook onderzoeken of er meer bronnen zijn die de informatie die je hebt gevonden bevestigen. En als er verschillen zijn, hoe kun je die dan verklaren? En ook daarbij is het dus weer belangrijk om stil te staan bij de historische context, de maker en het doel van de bron. Om het allemaal even kort en bondig samen te vatten, alle sporen die mensen bewust of onbewust hebben nagelaten, vormen onze bronnen van kennis over het verleden. Het is belangrijk dat je daarmee kritisch en zorgvuldig leert om te gaan. En dat betekent dat je rekening houdt met het type bron, de historische context, de maker en het oorspronkelijke doel waarmee de bron is gemaakt. Dan kun je bepalen hoe bruikbaar, betrouwbaar en representatief een bron is, en dus voor welke vragen je de bron wel en niet kunt gebruiken. Dat geldt trouwens ook voor niet-historische informatiebronnen, zoals Instagram-pagina's, maar ook websites en nieuwsartikelen. Je hebt dus niet alleen iets aan deze vaardigheden bij geschiedenis, maar ook in het dagelijks leven. Dankjewel voor het kijken. Check ook de andere video's over de basis van geschiedenis.